Die Dunnik weer in de opbouw van Urk, Klaas Kramer, Rikkelt Jan Brans. Komt er een voorzet van Rikkelt Jan Brans, die is perfect op maat voor Hesselsmit. Komt keurig voor zijn man. En brengt zo Urk 5 minuutjes voor de rust op een 1-0 voorsprong. Een verdiende voorsprong natuurlijk, gezien het vele balbezit van de ploeg van Gert-Jan Karsten. Hier nogmaals in herhaling, de perfecte voorzet. Een keurige overtreding gemaakt op een speler van Urk. Een vrije trap voor Urk, genomen door Lucas Nagel. De bal voorbrengt. Dan de afvallende bal voor William de Boer. Een klein beetje van richting veranderd. Vliegt de bal in het net. 2-0 voor Urk. Het 100ste officiële doelpunt van William de Boer in dienst van SV Urk. Doelpunt waar hij al lang naar zat uit te kijken. En Nagel. Een lange bal op William de Boer. Een voorzet terugleggen op Rikkelt Nijntjes. En is niet droog in de korte hoek. Keeper Zinks kansloos. Urk op een 4-0 voorsprong. Lucas Nagel die gaat door op Lucas Schraal. Die heeft hier wel wat geluk dat de verdediger niet ingrijpt. Esselsnoek op William de Boer. En die pegelt Urk na 5 minuten spelen in de tweede helft op een 1-0 voorsprong. En op dat moment zeker een terechte voorsprong voor de mannen van Gert-Jan Karsten. Hier nogmaals in slow motion. Heerlijk geraakt door William Joluut. En dan is het Rikkelt Jan Brans die Urk op een 2-0 voorsprong mag brengen. En dat keurig, netjes en beheers doet. Dan zijn we ondertussen al wel aanbeland in de 62e minuut. Maar is er dus ruim een kwartier gespeeld. Dick Hakvoort. Die bal inspeelt. William door naar Klaas Ronkers. En dan is het William de Boer met een voorzet die belandt bij de verre paal. En dan is het via de karambol is het Hesselsnoek. Die Urk al na 12 minuten spelen op een 1-0 voorsprong zet. Dat is natuurlijk een fantastische opsteker voor de ploeg van Gert-Jan Karsten. Hier nogmaals in de herhaling. Bal voorzet werd aangeraakt. Een vierde verre paal. Belasten. Komt bij de tweede paal en daar staat Hesselsnoek. Die met een steenharde kopbal de ploeg van Gert-Jan Karsten op een 2-0 voorsprong zet. 57 minuten gespeeld, 12 minuutjes na rust. En toch wel een hele geruststellende 2-0 voorsprong van Urk. En je kunt je afvragen.
Gelijk Urk wat vanaf de aftrap in de aanval gaat. Hesselstoek. Paas op Lucas Schraal. Ligt de bal terug. En dan bij de tweede paal William de Boer. En dit is natuurlijk een droomstart van de tweede helft voor Urk. Na een kleine 15 seconden de gelijkmaker op het scorebord. En een beter begin uit de ploeg van Gert-Jan Kassen zich natuurlijk niet kunnen wensen. Zo snel de onderschepping van Urk. En de crosspaas op William de Boer aan de linkerkant. Die gaat er binnen toe. Komt er een paasje en dan is het Hesselstoek die het meest attent is van alle spelers in de 16. En in de carambol vliegt de bal achter doelman Boersma in het doel van ONS. En zo brengt Hessel Urk op een 2-1 voorsprong bij de doelen. Dus William de Boer, de paasje op Lucas Schraal en die rond beheers af. In de 88ste minuut, twee minuutjes voor het eindsignaal van scheidsrechter Wiersma, brengt hij de stand op 3-1. En dat is wel de beslissing van de wedstrijd. Rikert Nijntjes, Hans Ronkes aan de linkerkant. Lage voorzet, nogmaals een keer bij Hans Ronkes. En dan is het Lucas Nagel, wordt de bal aangeraakt door Hesselstoek. En dan hebben we 15 minuten gespeeld en staat Urk op een 1-0 voorsprong tegen Geenemuiden. Mislukt schot eigenlijk van Lucas Nagel en dan is het Hesselstoek die zijn teen nog tegen de bal weet aan te zetten. Urk op een... Johannes Schrijver met een balletje er net tussen, maar Rikert Jambrans is attent en denkt van kom, we schieten maar eens een keertje van de meter of 16. En op een werkelijke fantastische manier schiet hij de bal achter Hidde Streuker. Urk op een 2-1 voorsprong. En dat vier je natuurlijk op je eigen helft. Vlak voor de toeschouwers van Geenemuiden. Kijk nog maar eens een keer in de herhaling. 16 meter. En hij haalt verwoestend uit. Streuken zit er nog wel aan met de hand. En via de onderkant. Boer was trouwens in het veld gekomen voor Hesselstoek. En Johannes Schrijver. Zo'n heerlijke strakke voorzet. En dan is het Klaas Rompkes die voor zijn man komt. En de bal in de uiterste hoek. Weet te koppen. 85 minuten gespeeld. Wedstrijd beslist. Schitterende goal van Klaas Rompkes. Die de stand op 3-1 brengt. En kijkt naar de vreugde bij de spelers van Urk. Nogmaals in herhaling. Precies voor de man. Thank you.
Thank you.
Ja? Ja. Hey! Oh!